Enkele items terug was 1 voor 12 op bezoek bij familie Ganga. Meneer is na een beroerte niet meer in staat voor zijn gezin te zorgen. Dit gezin ontving een pakket en enveloppen in opdracht van donateur Mila en vrienden. Kijk u mee naar het verslag waar meneer Louis Vismalen de pakketten en natuurlijk ook een enveloppe bracht voor de familie Ganga. We zijn op bezoek bij meneer Ganga. In opdracht van Mila en vrienden zijn we hier om financiële ondersteuning en levensmiddelpakket te overhandigen aan de familie. Dag mevrouw, hoe gaat het met u? God zegen, God zegen. God zegen meneer Ganga. Ai, hebi. Pakket hebi. Zo. Dit moet hij direct weghalen. Boter moet hij ook weghalen voor me. Dit is ook voor de ijskast. Boter ook voor de ijskast. Ik heb ook pampert. Laat me ze even halen. Oh, je ziet dat deze man. Die werkt die helft even 12. Laat me oppassen met de hand hier. Nou. Mama Mila en vrienden. Je ziet dat we zijn er hier. Bij familie Ganga. Meneer Ganga, hoe gaat het met u? Met jouw financiële ondersteuning, dit is een vrouw uit Holland. Mama Mila, dat met Michara kon die voor jouw steun. Fijn dat je gezondheid. Moeilijk. Moeilijk is het, ja. En ik wil van ons gaan. Nee. Zij je precies van nodig, ben ik mee hier? Ik moet tegen je, mijn man. Nee, dat is zij je van nodig, maar ik heb het niet. En aan de meeuwende, met de lange mensen, maar zij heeft me, ik heb die zin, die zijn ja zo, nou, vooral uit horen dat ik hier en mama Mila, dat ik mijn vis me halen, breng voor mijn Ganga die me, breng eten, breng drinken, breng geld voor ze. Maar zij heeft het van nodig. Nee. Ik kan dat vrij. Hij heeft pampers nodig. Pampers heb ik genoeg gebracht. Ja, is goed. Dus pampers heeft hij genoeg. Ja. Zoals... Laat me naar u luisteren. Zoals levensmiddelen. Heb ik ook gebracht. Bedankt ervoor, wie heeft gesteund. Mama Mila. Hartelijke dank. Ik ben blij dat jullie steunt aan meneer Ganga. Want hij werkt, hij kan ook niet werken. Je weet, de situatie is heel slecht. Wat is er precies met meneer Ganga? Met meneer Ganga, de situatie is dat hij kan niet lopen. Hij heeft een aanval gekregen, beroerte. En dingen, hij kan niet zo goed lopen, niet zelf baden. Je hebt een dochter op komen wonen. Bent u gegaan, Fatima? Ja, ik ben gegaan, maar ik had niet zoveel geld door te gaan. Wanneer wilt u gaan? Ik ga het betalen. Betaal de kosten voor dochter en Fatima Mohammed. Wanneer wilt u gaan? Ik regel dat voor u. Ik moet eerst afspraak maken. Vandaag is woensdag. Aha. Wilt u morgen, dan bel ik de dochter dat hij gaat komen. Is heeft goed. U vervoer? Nee, ik heb geen vervoer. Oké, ik ga u nu apart, behalve wat mevrouw Ganga, wat mevrouw Mila geeft, ga ik u apart geld geven. Aha. Om de dochter te betalen. Aha. En het taxi te betalen. Dat ga ik u geven, ja? Dan betaal ik de eerste 2 keren voor de dochter. Aha. En nadien, dat zien we wel. En als ze geen donateurs vinden, dan betaal ik door voor u. Ik wil dat hij beter moet worden. Ja. Meneer Ganga? Je moet beter, meneer Vismalen, je moet beter. Je moet begin wakker. Nee, nee. Je wilt niet dan? Nee, nee, maar aan de man. Nee, in het aan de man. A man loopt toe, en jere je. Tegen je wanneer, je maakt moeite ook go. Meer tegen je dat ook go. Wees no one donateur naar de Vismalen of Luku, je hebt je telek je wakker, ja? Abo? Oké. Vismalen of je hebt je. Moet je. Naar je vrouw dan? Want die vrouw heeft money voor dochter Fatima Mohammed, toch? Je gaat naar een taxi en dan je gaat Tamara. Me op bellen man dat je komt Tamara, ja? Oké. Dat je gaat Tamara en moet je een spoiti dan een voor je voet wakker bakken, ja? Ja. Ah bon? Weet je. Ik wil bij deze mensen met, vermogen oproepen, vooral in de vaste periode nu. Ik mag u zeggen, de kosten om naar de dochter te gaan is heel ver van hier. We zijn nu hier, let wel, ik ben even een beetje moe. We zijn nu op pad van Wanika en helemaal te komen wij, dan is de arts. En ik geloof die man,
Een taxi zal zeker 400 SRD kosten. Hè? Je hoort het, van hier naar Azië 700, dus is 1400 SRD. Toch? Ik ga alvast de eerste consul betalen voor komen wenen. Als u wat wil betekenen, dat we deze man tenminste 5 keer naar de arts kunnen brengen, dan wil je van man, wil je van familie. Je ziet het, vrouw kan iets doen, man kan niet lopen, maar 1 voor 12 gaat alvast de eerste kosten betalen. Dat meneer Ganga beter moet worden, dat wil ik hebben, hij moet beter. Meneer Ganga, Timmy, kom maar gaan spelen om voetbal, ja. Je naam je wat, Om een jaar van de gang af. 60. Ah, ik heb 3 jaar. Van de gang af, ik heb 3 jaar. Ik had de 3 jaar van je. Dat was een keer. Oké, dat is een geintje. Maar ik betaal de eerste consul voor mijn ganga. Het is wel duur, het is 1500 SRD per keer. Bopayang. En dan wat u erbij wil doen, dan wil je op meneer Ganga compleet. Ik kijk ernaar uit en God zegen, God zegen. Laten we meneer Ganga helpen en God bless. Lobby, lobby, lobby. We zingen dan aan Ayana, hey. Ay, a wins va libitrana. A wins va idang rami. Ay, dokter Fateh, hoe gaat het met u met vismalen 1 voor 12? Ik ga. Luister hier, een patiënt Ganga is bekend bij u, toch? Oké, morgen wil ik hem vroeg naar u sturen. Hoe laat mag hij bij u zijn? 9 uur? Oké, prima, 9 uur. De kosten heb ik hem al gegeven, dus hij gaat de kosten betalen. En ik wil dat hij voor 3 consul bij u komt. Alvast, en die kosten ga ik op me nemen, ja? Hij komt wel met de taxi, dus laat hij wel snel geholpen worden. Want hij gaat met de taxi in een retour. Hoor? Is goed. Dok, even. Morgen 9 uur, hoor. Is goed. Oké, dok. Abo, morgen 9 uur afgesproken. Fijne morgen, dank u. We bevinden ons momenteel bij dokter Fateh Mohamed te Komowijnen. We gaan nu naar binnen met meneer Ganga en dan zult u ook getuige hiervan zijn. Kijk samen met ons mee. God of me big en na wang zij hebi en na wang zij dressi. A God of me big. Something is starting, something we create. Mawimus privinigado, yawimus privinigado. Migado piki, en na wang sai epi, en na wang sai dresi. Er is een beroerte aanval. Hoor. Dus er is een beroerte aanval hier en je merkt duidelijk dat er krachtsvermindering is. En door die krachtsvermindering, we gaan proberen dit te helpen om krachtprikjes te geven. Hij moet bepaalde oefeningen thuis doen, dan gaan we kijken wat er in de bus komt. Maar hij ziet er toch goed uit. Hij kan bepaalde oefeningen zonder hulp doen. Andere heeft hij een beetje moeite, maar je merkt dat daar de kracht niet is. Hij wil, maar hij kan niet. Zo net heeft hij hier een aantal oefeningen kunnen doen. Ik de veroro Mark Hartin, ik is hoorde hier. Ik de veroro, ik had het wel uithaken van alle jaar. Goed zo. Ik mooi ja, door alle jaar hier. Door alle jaar. Niet alleen jij aanwezig, door leja. Tenminste euro, ik de fekale euro uithalen maar gaat in. Leja, goed zo. Door leja hier, door. Tenminste euro. Hoe maar pas hoe jullie dan nog stop hoe? Door leja, uithaal. Klein beetje nog. Tenminste euro jij hier, goed. Thoras baki hè. Niche na aanwezig. Probeer ik het hekele upper leja. Breng naar boven. Auro le jaiye, auro thora se le jaiye,
Oké. Okay. Je ziet die moe, hij speelt een rol. Hij wil. Maar hij kan niet. Hij kan niet. Dus we gaan toch met die prikjes. Ik heb een heleboel mensen geholpen. Waarbij ze dat resultaat dus heeft gezien. Ja, vanmorgen heb ik nog twee van die kering gehad. En bij de derde prikje. Volgende week. Dus hij komt nu, maar dan volgende week donderdagochtend hoor. Is goed toch? Want woensdag is die nationale vrijdag. Ja, klopt. Dan volgende week donderdag. Maar ik ga hem straks die prikjes geven. Ik ga die medicijnen meegeven. En ik doe een oefening. Ik ben ook een deel. Ik heb een karkele jijke. Probeer ik er een gereedje. Ik heb paas de ver. Dit na de ver karpen je ouro mooi hè. Je toch iets karriet. Dat ook je een dingetje kan maken. Je met het even koel alleen. Je te proberen kreeg je apne uithaven kia. Uitha chukia. Niche rak liya. Aur jaisem toke sikhai liya muha lagya. Tu ghar mein akele baate ma toke chahi paani piye kia. Ya na tu baate ma oke chahi soche ki wo akele hai. Apan ya chahi pe toke chahi ufning un kare kia. Wat aate thi ha to su piye apan. Nahi ma hum log ab ufan karo koi. Jo e ghare chahi jo chi kariye proberi kariye aise kare kia. जब तू ऐसे करिए तो ये वाला कभी ना अच्छा होएगा अच्छा ना छुई यहाँ फिनो रख दे एक वो लास्ट दफ़े उठाओ हमार खाती हम कुछ ना बोले अब तू ले जा चाहे चाहे ले जाए क्या खुद सो दोरो जा तनी सो रो ले जा नौ का क्लेम बीचे नौ का बीचे Nog een klein beetje, dat zou ik kunnen doen. Thora zou ik. Acha. Je hebt zelf gezien. Maar die gaan dat zelf doen? Ja. En daarom laten we dan houden. Hij moet proberen die tegendruk te zetten, dat het niet beneden gaat. Ja, ja. Want dit gaat, maar daarna gaat hij in de snelheid beneden willen komen. Ja, ik de vee, ik wil de laatste de vee. Uithou. We hebben niet dat uithou gegeven, hè. अबे घरे जाइए तो सुसई है एक दफे खाली देखो और स्नेल जा है तनी से और स्नेल ले जा कस के लाओ है तो वाले के खाली है तो फिरी हो जाएगा तब रीति बाती फिरी करवा दे एफ तनी से नौख क्लेम खुद सो तू देख रहे लोग भाई तो और अकेले रही तो ना लोग कोई एक दिन भर में द्री केरा सबेरे जब उठी फोस नहाई एगो क्वार्टीर बैठ के उफन करी है जो अबे तू देख रहे हम क्या कर लिए है